Hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van mij. Mijn naam is Wesley en zoals altijd heet ik jullie van harte welkom bij deze gloednieuwe video van mij. Voordat ik verder ga beginnen met die video wil ik nog steeds jullie aandacht vragen voor het feit dat artikel 13 door het Europees Parlement is doorgestemd. Want het schijnt dus zo dat op 9 april de Raad van de Europese Unie dan weer bij elkaar komt om te stemmen om voor of tegen te stemmen tegen het nieuwe voorstel dat door het Europees Parlement is goedgekeurd voor het overgrote deel. Op de een of andere manier kunnen we misschien toch nog contact opnemen met bepaalde mensen. Het zijn geen Europarlementariërs die bij kunnen helpen, maar misschien andere mensen. Maar als ik echt meer weet van met wie we contact kunnen opnemen, dan laat ik je ook zo snel mogelijk weten. Want op dit moment weet ik nog even niet van met wie we contact op kunnen nemen om te vragen om hier tegen in te stemmen, zeg maar. Er zijn nog steeds dingen die we nog steeds hier tegen kunnen doen. Op zaterdag 6 april rond 12:15 middags zal bij het Centraal Station in Amsterdam een gele vestjes demonstratie plaatsvinden. Dus als jij denkt, hey, ik wil hier iets tegenaan doen, dan zou ik zeggen, doe daaraan mee. Misschien trek je nog heel veel aandacht, zeg maar, want dat is ook heel erg nodig. Want dat er heel veel aandacht hiervoor getrokken wordt door de media en zo, weet je wel. Of we kunnen tot donderdag 23 mei wachten tot de Europese verkiezingen aankomen. Want ik zal ook even vermelden wie voor artikel 30 stemt. Dan weet je ook van, oh, dan weet ik dat ik niet op die mensen moet gaan stemmen. Ik zal even wat namen opnoemen van mensen die toevallig hiervoor gestemd hebben. En dat zijn Esther de Lange, Annie Schreier-Pierik, Jeroen Lenaars, Wim van den Kamp en Lambert van Nistelrooy. Dat zijn allemaal mensen van de CDA trouwens. Dus dan weet je ook dat je niet meer op het CDA moet gaan stemmen tijdens de Europese verkiezingen. Er zijn ook een paar SP'ers die ook de kans hadden om te stemmen, maar dat deden ze uiteindelijk niet. En dat zijn Dennis de Jong en Annemarie Mineur van de SP. Dus dan weet je ook alvast, op die mensen moet ik ook niet gaan stemmen tijdens de Europese verkiezingen op 23 mei. En ik zal ook alvast even de mensen vermelden waarbij ik zeg, daar moet je zeker weten op stemmen, want die waren juist tegen artikel 13. En dat zijn Bas Eickhout, Judith Sargentini, Olaf Stuger, André Elissen, Sophie in het Veld, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaken, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Balen, ofwel Hans van Balen, Jan Huytema, Caroline Nachtegaal van Doorn, Peter van Dalen en natuurlijk Bas-Jan Belder. Dit jaar zal de Europese Piratenpartij ook zeker weten meedoen, dus, want die zijn ook hele grote tegenstanders van artikel 13 en van de hele copyright directive. Dat is persoonlijk de partij van mijn voorkeur, zeg maar. Dus als je zoiets hebt van, ik vind al die partijen maar niks van, al die kandidaten van die bepaalde partijen maar niks, kun je ook altijd op de Piratenpartij stemmen of misschien Forum voor Democratie. Maar als je op iemand stemt van Forum voor Democratie voor in het Europees Parlement, dan moet je wel even gaan nachecken of die voor of tegen artikel 13 is. Want voor je het weet stem ik bijvoorbeeld op iemand die juist voor artikel 13 is. En dat zou heel nadelig zijn, zeg maar. Om het even samen te vatten, doe mee met de gele vestjesactie op 6 april bij Amsterdam Centraal Station om 12:15 middags. En of wacht tot de Europese verkiezingen op 23 mei. En stem op de mensen die tegen artikel 13 zijn. En stem dus niet op de mensen die juist voor artikel 13 zijn. Want laat ze even zien van, dit pikken we niet. En hier zijn we niet mee eens van. En dit is allemaal jullie schuld. Dus, dan weet je dat ook. Nou, zoals je al in de titel hebt kunnen lezen, gaan wij een review doen op een ja, heel fantastisch hip-hop nummer uit van Nederlandse bodem. En dat is Mystery Repeats van Pete Philly en Percocide. Dit nummer dus. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Ja, precies. Dat is het nummer wat we gaan reviewen. En weet je wat? Genoeg gekletst. Laten we nu meteen beginnen met deze review. In dit nummer denkt Pete Philly terug aan zijn leven en vraagt hij zich af van wat er van zijn leven geweest zou zijn als hij hele andere bewuste of onbewuste keuze gemaakt zou hebben. Wat uiteindelijk de uitkomst ervan zou zijn. Van wat nou als hij producent en cello-speler Percocide nooit tegengekomen zou zijn. Of wat nou als hij zijn waarschijnlijke vriendin Sam niet gekust had. En wat nou als hij niet voor het eerst een spliff gerookt heeft. En een spliff dat is een, zeg maar een soort van mengelmoesje tussen een joint en een sigaret. Dus dan ja. Ja, ik wist niet dat hij daar aan deed, maar goed. Het nummer heeft zo'n unieke en tijdloze sound die je tegenwoordig niet meer hoort dat het mooi oud is geworden, als een mooi fles wijn. Het nummer heeft ook verre jazz en klassieke invloeden, wat het nummer zo'n heerlijke klassieker maakt. Maar niet alleen vanwege de sound klinkt dit nummer uniek, maar het onderwerp of thema is ook heel zeldzaam om te horen in hip-hop nummers van tegenwoordig. En ja, dit nummer is ook te horen in de Karwei commercials. Wat je ook bedenkt,
Geen punt bij Karwei. Fucking Karwei commercials. De tekst in het nummer is niet alleen briljant geschreven, het is ook nog eens goed doordacht. Het zet je aan het denken van de beslissingen die je in je leven maakt en dat als je iets van je leven moet maken, dat je er niet op moet gaan wachten. Je moet het gewoon doen. En als je het niet doet, dan denk je met spijt eraan terug en terwijl je er eigenlijk iets aan hebt kunnen doen eigenlijk. En dat is zo mooi en ook zo poëtisch. Dit is gewoon geweldig, weet je wel. Maar ook in de tekst zie je ook dat Piet eigenlijk blij is met de keuze die hij gemaakt heeft. En dat hij achteraf toch nog een fantastisch leven leidt. Hoewel hij toch in zijn achterhoofd houdt dat het leven onvoorspelbaar is en ook dat het ook onvoorspelbaar zal blijven. Piet's flow is heerlijk om naar te luisteren en zo'n een stukje dat hij ook op de bridge zingt. En dat is ook zeker niet slecht, echt niet. Hij blijft vooral op de maat, waardoor het ook goed klinkt op de muziek. De muziek is echt vet op dit nummer. Want van de plukkende cello en de drumbeat tot het strijkorkest en piano. Het voelt gewoon goed om de muziek te horen en het ook nog eens zo cool. Weet je, het was elk heel nummer van Nederlandse bodem, maar zo cool en goed als dit nummer, zeg maar. Na bijna 11 jaar is dit nummer nog steeds geweldig. En weet je, het geeft je na al die jaren nog steeds een goed gevoel. En ik denk dat dit nummer de komende decennia alleen maar beter zal worden. Maar het is zo jammer dat Pete Philly en Percocide uit elkaar zijn gegaan. Ze waren eigenlijk de Macklemore en Ryan Lewis van Nederland eigenlijk. En weet je, ik mis die twee samen. En het feit dat Pete Philly al een hele tijd heeft geleden aan de ziekte van Lyme, zoals bijvoorbeeld Avril Lavigne. En weet je, het... het geeft je wel een beetje dat emotionele, zeg maar. Van denk ik van, oh man, dat is echt kut, weet je wel. Maar gelukkig zijn genezen heeft hij in 2018 weer een nieuw nummer uitgebracht. Wat ik niet had ik over het hoofd gezien heb, denk ik. En misschien dat ik die ooit even ga checken, zeg maar. Dus. dit nummer is echt goed, echt waar. We gaan dus van alle vier factoren gaan we een punt geven en de originaliteit krijgt voor mij een dik verdiende, hele geweldige 10. De tekst van het nummer krijgt voor mij een 10. De samenstelling van de rap en zang en muziek krijgt voor mij ook een hele mooie 10. En de hitgarantie krijgt voor mij ook een geweldige mooie 10. De gemiddelde score is bekend en zoals altijd, tromgoffel. Yes! Woehoe! Yes! Een 10! Een dikke vette 10! Oh man! Oh man! Oh man! Een 10! Oh nee! Dit... Nee... Nee, dit moet... Dit kan niet waar. Dit is ongelooflijk. Echt. Echt, wauw. Zo, dat... Wauw. Nou, dus die 10 betekent eigenlijk dat dit nummer een meesterwerk is. Gewoon hands down een meesterwerk. En dit nummer is echt geweldig. Dit echt. En, weet je, wauw, dit is het zesde nummer dat van mij een 10 krijgt, zeg maar. En wauw, echt. Die zal zeker in mijn top 10 staan van de beste nummers alle tijden tot nu toe. Ja. Nou ja, in ieder geval, dit is echt zo'n goed nummer. En ik moet je nog één ding zeggen. Koop dit album. Dit album is echt vet. En ik zal deze maand ook nog, aangezien het april maand Holland maand is. En dat april in de maand staat van Nederlandse muziek en Nederlandse artiesten, zeg maar. Dat dit album ook... een eigen album recensie krijgen, zeg maar. Maar ja, dat was dus mijn review van Mystery Repeats van Pete Philly en Percocide. Maar wat vind je trouwens van het nummer? Vind je het een goed nummer of geen goed nummer? En waarom? Laat het eens weten in de reactiegraad onder een video. En nogmaals, mijn naam is Wesley. Je hoeft het niet altijd met me eens te zijn. Maar ik kan dit alles leuk vinden wat jij wel leuk vindt. Tot ziens en ik zie jullie de volgende keer weer.